Met deze videoboodschap van de minister, de introductie van de directeur, de jaarrede van de voorzitter, zijn we aangekomen bij de unieke digitale AOV. Waar ik als moderator af en toe de chat in de gaten hou, waarvan ik al van kan zeggen, Jan, dat is weer bijzonder aan deze tijd. Er bestaat zoiets als een chat tijdens de vergadering, waar mensen dat er al hele goede reacties binnenkomen op de jaarreden. Dus dat is ook leuk, motiverend, even voor het begin van de AOV, toch? Ja, dat is mooi. Veel succes, ik neem plaats aan de zijkant. Dankjewel. Ruben Baas, top. Maar Ruben, we doen af en toe denk ik nog wel een tweegesprekje. Ja. Collega's en ook collega's thuis. Dan komen we nu toe aan de agenda van onze ledenvergadering. Dat is agenda punt 1, de opening. Met de ledenbrief van 28 augustus ontving u hiervoor de stukken en een toelichting op de aangepaste vergaderwijze. Later hebben wij u ook in 2 etappes de ontvangen moties en pre-adviezen van het bestuur toegezonden. Afgelopen woensdag ontving u een totaaloverzicht van de ingediende moties en pre-adviezen in de volgorde waarin we deze straks zometeen zullen behandelen. Net hadden we al even een eerste proefstemming om de techniek te testen. En zometeen moet er nog even een tweede proefstemming worden gehouden. Maar ik doe als altijd, geef ik een korte toelichting op de weging en de openbaarmaking van de uitgebrachte stemmen in deze ALV. We zullen, zoals gebruikelijk, gewogen stemmen. Dat betekent dat elke gemeente per 1000 inwoners 1 stem heeft met een maximum van 75 stemmen per gemeente. De uitslagen van de stemmingen zijn openbaar en uw stemgedrag wordt daarom na de vergadering via de VNG-website bekendgemaakt. De voorstellen die zometeen in stemming worden gebracht en de stemuitslagen worden ook steeds in beeld gebracht. Zo kan er geen misverstand bestaan over de vraagstelling en kan de uitslag van de stemming meteen worden getoond. Nou, om te controleren of nog steeds alles goed werkt, leg ik aan alle stemgerechtigde vertegenwoordigers een tweede proefstelling voor. En deze luidt, en ik gun het West-Friesland zeer, volgend jaar ontmoeten wij elkaar weer in een fysieke ledenvergadering. Bent u het eens met de stelling, kiest u 1. Bent u het er niet mee eens, dan kiest u 2. Dan vraag ik u nu te gaan stemmen. De uitslag is binnen. Kijk, hij komt er dus aan. Deze stelling is aanvaard met ruim 82% van de stemmen. Kijk eens aan. Het systeem werkt dus. Ik hoop dat er verder ook geen problemen ontstaan. En zowel, hè, als er wel iets is of u kunt niet stemmen, aarzel dan niet. Neem meteen contact op met de chatfunctie. Want dan kunnen medewerkers eventuele problemen verhelpen. Collega's, om toe te zien op een juist verloop van de stemmingen is een commissie van stemopneming aangewezen. Deze commissie staat onder voorzitterschap van Geert van Soest, griffier van Venlo. Punt. Ja, je moet een beetje improviseren. Dan de agendapunten 2 en 3. De benoeming van de notulencommissie en de vaststelling van de notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 29 november van het vorig jaar.
Normaal gesproken doen we dit bij acclamatie, maar dat is in deze digitale ledenvergadering niet mogelijk. Ik zal er iets over zeggen en dan gaan we in één stemming over beide voorstellen, zowel dus de benoeming als de vaststelling van de notulen stemmen. Eerst de benoeming van de notulencommissie. Ook van deze vergadering zal het VNG-bureau een verslag uitwerken. Dat ter accordering op de eerstvolgende vergadering aan ons wordt voorgelegd. Om toe te zien op een correcte weergave van de vergadering stellen we statutair een notulencommissie in bestaande uit tenminste 3 personen. En het bestuur stelt voor om de volgende personen te benoemen in de notulencommissie: Bob Vostermans, burgemeester van Bezel, Chantal Broekhuis, wethouder van de Utrechtse Heuvelrug, en Joost Nijhuis, gemeenteraadslid van Enschede. Dus dat is zeg maar voorstel 1, hè. We gaan dus 1 stemming doen. Dan de vaststelling van de notulen van onze vorige vergadering, de algemene vergadering, de buitengewone algemene ledenvergadering van 29 november 2019. De notulencommissie voor deze vergadering werd gevormd door Paul Hofman, wethouder Bronkhorst, Renate Richters, wethouder in Eindhoven, en Martin van Vliet, de gemeentesecretaris van Vlissingen. Zij hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van wat tijdens de vergadering is besproken en besloten. Dus zowel de vaststelling van de notulen als de benoeming van de notulencommissie van deze keer leg ik nu in een stemming aan u voor. Als u voorstemt, bent u dus met het voorgestelde benoeming en de notulen eens. Als u daar niet mee eens bent, stemt u op 2. De stemming is geopend. Ja, de uitslag is bekend. Uitslag is bekend. Ik kijk hier. Iedereen. Nou, dat is Koreaans zeggen dan anders. Dan gaan we over naar. Dank u wel. Dan gaan we over naar agenda punt 4. De mededelingen. Bij de mededeling voor deze algemene ledenvergadering hebben we u aangekondigd dat wij de VNG kadernoten 2021 aan u zullen voorleggen in de buitengewone algemene ledenvergadering van 27 november. Dat geeft ons ook meer tijd om de effecten van de coronacrisis voldoende in beeld te krijgen. Naar aanleiding van deze mededeling hebben zich geen insprekers aangemeld. Dat was het agendapunt mededelingen. Dan gaan we over naar agendapunt 5. Bekrachtiging van de uitslag van de ledenraadpleging mei-juni 2020... in verband met de uitgestelde algemene ledenvergadering. Als gevolg van de coronacrisis heeft het bestuur in mei het VNG-congres helaas moeten aflassen. De ALV uitgesteld tot vandaag en in mei-juni een ledenraadpleging gehouden. In deze ledenraadpleging is een beperkt aantal voorstellen aan u voorgelegd die ervoor moeten zorgen dat de gemeenten in hun begrotingen tijdig rekening konden houden met de financiële bijdrage en de VNG zekerheid had bij het uitvoeren van de activiteiten en de financiering daarvan. Het ging onder meer over het contributievoorstel en de voorstellen rond de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, de GGU. De leden hebben ingestemd met de voorstellen. En dat moeten we nu bekrachtigen. Maar voor dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld. En dat is het gemeenteraadslid van Barendrecht, Lennart van der Linden. Meneer van der Linden. Ja, dank u wel, voorzitter. Geacht bestuur, geachte leden van de VNG. Namens mijn ambtsgenoten Hans Smolders uit Tilburg en Geert Koster uit Rotterdam, ook raadslid voor lokale partijen, wil ik eigenlijk aandacht vragen voor 3 belangrijke zaken.
De eerste is geld. De VNG lobbyt terecht, daar is net ook over verteld, bij het kabinet om meer geld voor gemeenten. Maar onze oproep is, doe VNG ook zelf in deze moeilijke tijden een duit in het zakje. Zowel incidenteel als structureel. Ten eerste incidenteel. Er is een gigantische hoeveelheid geld die de VNG heeft opgepot momenteel in beleggingen, in aandelen en obligaties. Dat blijkt ook uit de jaarstukken. Meer dan 62 miljoen euro. En onze oproep is, verkoop dat nu zo snel mogelijk en zorg dat de opbrengst daarvan per direct als eenmalige uitkering naar de leden van de VNG, de deelnemende gemeenten, toegaat. Dat geeft de gemeente direct een eenmalige impuls financieel in deze toch moeilijke tijden. En gemeenten kunnen er zelf goed van bepalen waar ze dat geld aan besteden. Ten tweede, het tweede punt, dat is ook geld, maar dan structureel. De VNG zou in onze ogen actief werk moeten maken, zeker nu, van structureel lagere contributiebijdragers voor de deelnemende gemeenten. In deze moeilijke tijden past geen verhoging van de contributie, maar een verlaging. En daarnaast een zo laag mogelijke contributie is sowieso een mooi streven wanneer er belastinggeld mee gemoeid is. Gemeenten betalen gezamenlijk tientallen miljoenen euro's per jaar aan contributie en bijdragen aan het Fonds Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering. De VNG groeit in kosten qua personeelsbestand, qua advieskosten derde, 64 miljoen. En hier liggen volgens ons besparingskansen. En kijk dan, of laat in ieder geval ook zien hoeveel geld aan besparingen die gezamenlijke uitvoering oplevert, zodat dat de bijdrage van die gemeentes rechtvaardigt. En het derde punt is representativiteit. Daar is al vaak over gesproken. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen boekten lokale partijen een recordoverwinning. 28% van de stemmers koos voor lokale partijen. Maar we zien dat tot op heden nog niet terug in de verhouding, in het bestuur, in de samenstellingen van de VNG, terwijl hier al lang en vaak over is gesproken. Dus onze laatste oproep is, ga nu voor die evenredige vertegenwoordiging in het hoofdbestuur en pak dit aan. Dank u wel. Dank u wel. Zeer veel dank, meneer Van der Linden. Ik geef het woord, en zal zelf ook wel reageren, geef het woord aan onze penningmeester Anne de Baat. Dank u wel, voorzitter. Ik zal me inderdaad concentreren op het geld, zoals de heer Van der Linden dat ook benoemde. Laat ik vooropstellen, voorzitter, dat we als bestuur ons zeer bewust zijn van de financiële problematiek waar gemeenten voor staan. We zijn zelf ook bestuurder en in onze gemeente zal het niet anders zijn. Allemaal moeten we echt worstelen om het geld. En we weten ook dat vanuit het bestuur, vanuit de VNG, drastisch wordt onderhandeld met de Rijksoverheid om datgene binnen te halen wat toereikend is voor die gemeente. Dat legt een enorme druk op de ambtelijke organisatie van de VNG. En het is niet goed om daar de financiële middelen aan te onttrekken. Zo'n ambtelijke organisatie heeft voldoende financiële middelen nodig. U noemde het afbouwen van de beleggingsportefeuille. Daar zijn we het voor een deel mee eens, want dat doen we eigenlijk ook al. Dat hebben we in 2018 besloten, om die beleggingsportefeuille voor een deel af te bouwen tot een minimum wat is geadviseerd door onze accountant. Maar dat geld wat daardoor vrijkomt, dat willen we juist inzetten voor die kerntaken. Te zorgen dat die organisatie echt in goede conditie blijft om datgene te doen wat nodig is in het belang van de gemeente. Juist niet besparen. Elke besparing betekent toch een krachteloosheid opwekken, wat niet gewenst is. En daarom vind ik ook dat we nu ook moeten vaststellen, we hebben behoefte aan een sterke VNG-organisatie. En die moet echt geconditioneerd zijn om datgene te doen wat voor gemeenten belangrijk is. En mijn oproep is dan ook, prik geen band lek als we nog midden in de wedstrijd zijn. Dan zou ik me, maak ik van de gelegenheid gebruik om de derde oproep van Van der Linden echt te ondersteunen en te onderschrijven. Kijk, in 2000, want ik vind het ook, ik vind gewoon, maar dat weet u ook van mij. Ik heb niet voor niks van het begin af aan van mijn voorzitterschap het belang en de betekenis van lokale partijen in de Nederlandse democratie en ook ver daarvoor al benadrukt. Maar we hebben bij de raadsverkiezingen van 2014 als VNG een scouterscommissie ingesteld met onder andere Marco Pastors en Simon Fortuyn. En die ervoor moeten zorgen om dat lokale partijen, waar ze ook vandaan komen, te enthousiasmeren voor het lidmaatschap van VNG-bestuur en commissies. En in 2014 lukte het daardoor door de inspanningen van die club om van 10% naar 20% te stijgen in het aandeel van vertegenwoordigers van lokale partijen in VNG en VNG-bestuur en commissies. En in 2018 is dat aandeel gelukkig verder verhoogd tot 25%. Maar ja, dat is nog steeds niet de 28,6,5% die lokale partijen achter zich verenigden in 2018.
Dus ik gebruik deze oproep, deze derde oproep van Van der Linde, om tegen u te zeggen, waar u zich ook bevindt binnen de VNG, als u van een lokale partij bent, bereid u voor, doe mee, kandideer u zelf voor functies en vacatures. Zorg voor een mooie uitslag in 2022. En dan halen we dat doel om die evenredige vertegenwoordiging echt te doen. Maar jullie zijn er zelf bij, dus enthousiasmeer ze. Behoefte aan een... Ik kijk even naar jullie. Behoefte aan een tweede termijn? Wil iemand iets zeggen of vragen? Wil jij nog tweede termijn? Ga je gang. Ja, heel kort, voorzitter. Dank. Sowieso ben ik erg blij over uw laatste oproep daarvoor. Ik zal het ook zelf enthousiasmeren. Lokale partijen moeten zichzelf natuurlijk ook wel melden daarvoor. Dus dank. Iets minder blij was ik met de reactie van de penningmeester. Ik denk dat een sterke VNG absoluut hand in hand kan gaan met het uitkeren van geld wat nu in aandelen en obligaties belegd is. Die verkopen en dat direct uitkeren aan de gemeente kan volgens mij hand in hand gaan met een sterke VNG. En ten aanzien van de oproep om op zijn minst te kijken serieus naar mogelijke besparingen in de toekomst, op de lange termijn, wil ik u toch vragen daar goed over na te denken. Ook vanuit het risico dat als de VNG dat niet doet, dat op dit moment iedere gemeente de euro's omtelt in gemeenteland, omdraait in gemeenteland. En dat het lidmaatschap van de VNG een flinke kostenpost is voor veel gemeenten. Voor onze drie gemeenten samen 3,5 miljoen euro per jaar. Daar zal naar gekeken worden. En ik wil de VNG toch ook waarschuwen, pas nou op dat het niet leidt tot het opzeggen van lidmaatschap voor een snelle besparing structureel bij gemeenten. Door er zelf actief mee aan de slag te gaan. Dank u wel, meneer Van der Linden. Anne, wil jij? Ja, één korte opmerking, want ik zou de indruk willen wegnemen dat we hier geld over de balk gooien. Het is echt zo dat we heel erg efficiënt met onze middelen omgaan. En daar waar het nodig is, ook middelen besparen om niet zomaar ten onrechte uit te geven. Maar ik blijf staande houden dat een sterke organisatie ook een stevig budget nodig heeft. Ik snap best dat dat te maken heeft met de contributie. Die discussie hebben we met elkaar gehad. Er een aantal jaren geleden is afgesproken dat de contributie een klein beetje omhoog mag om juist die kerntaken ook goed te kunnen financieren. Als het nodig is, dan moeten we kijken waar de middelen beschikbaar zijn voor herallocatie. Maar u snapt hoe dat werkt. Geen bezuinigingstaakstelling op de ambtelijke organisatie. Want dat haalt de lucht uit de organisatie. Oké, we doen het hiermee. Dank u wel voor de oproepen. Dank u wel voor de reactie. Meneer de penningmeester, dan stel ik voor te gaan stemmen over het voorstel om de uitslag van de ledenraadpleging formeel te bekrachtigen. U kunt gaan stemmen. Ja, de uitslag is bekend. Uitslag is er. Het voorstel is aanvaard. Dan zijn we toe aan agenda punt 6. De verantwoording, uitvoering, moties, eerdere ALV's. En overigens ook de nieuwe moties die vandaag aan de orde komen. In onze buitengewone algemene vergadering van 29 november 2019... is opnieuw een groot aantal moties aangenomen. Daarnaast is een aantal moties uit eerdere ledenvergaderingen aangehouden. Gelet op de samenhang en overlapping van deze moties heeft het bestuur zijn verantwoording over de uitvoering van deze moties in een aantal gevallen geclusterd. Aan de verantwoording over de uitvoering is steeds een voorstel gekoppeld om de motie aan te houden of als uitgevoerd te beschouwen. Dat een motie is uitgevoerd betekent nadrukkelijk niet dat de VNG-inzet op het betreffende thema stopt. De inzet van de motie is in de meeste gevallen onderdeel geworden of gebleven van de reguliere VNG-inzet.
Er hebben zich voor dit punt geen insprekers aangemeld. Wel hebben wij u woensdag, dus afgelopen woensdag, op verzoek van enkele indieners nog een aanpassing van het bestuursvoorstel aan u voorgelegd. Ook heeft het bestuur vanochtend heel vroeg, zich gebogen over een verzoek van Cor Lamers. Die had het verzoek van de gemeente namens de gemeente Schiedam om haar motie in zaken de raamovereenkomst verpakkingen alsnog aan te houden. En het bestuur stemt in met dat voorstel, dus neemt dat voorstel over. Dus we vragen u nu in te stemmen met de verantwoording over de uitvoering van de moties. Dus nog één wijziging, hè? Die ene wordt aangehouden, is nu ons voorstel. En de voorstellen om moties aan te houden of te beschouwen als uitgevoerd. Nou, weer één als u daarmee instemt. Twee als u dat afwijst. U kunt gaan stemmen. De uitslag is bekend. Met ruim 97% heeft u ingestemd met het voorstel, de verantwoording door het bestuur bij de uitvoering van de eerdere moties en hoe we dat doen. Dan, bij dit agendapunt wil ik ook de nieuw ingediende moties behandelen. Veel van deze moties worden door meerdere gemeenten ondersteund. Op onze AOV-pagina kunt u dat terugvinden. Het regent nu ook op mijn hoofd, maar goed. De moties en de pre-adviezen van het VNG-bestuur heeft u ontvangen in de ledenbrieven van 18 en 23 september. Daarin wordt ook de volgorde aangegeven waarin wij de moties willen behandelen. En gisteren ontvingen wij nog een nagekomen motie voldoende middelen voor de regio van de gemeente Sluis namens de Zeeuwse gemeente. Deze motie is op de AOV-pagina geplaatst en het dictum van de motie zullen we straks zometeen integraal in beeld brengen. Dan gaat het als volgt. We gaan het in clusters doen. Ik nodig zometeen de vertegenwoordiger van de indienende gemeente uit om een korte toelichting op de motie te geven. Als er meerdere moties betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, nodig ik ook de indieners van die moties uit, van die meerdere moties uit. Dan vraag ik voor de zekerheid aan de zaal, zijn er nog mensen die toch nog iets willen zeggen, nu u er toch bent. Daarna reageert de betreffende commissievoorzitter namens het bestuur op de moties. Nou, dat is het. Het wijst, denk ik, vanzelf. Hou het kort en krachtig. Dan begin ik nu, stel ik voor, met het cluster dat zich richt. Dat zijn er 6 plus de motie van Sluis. Dat hebben we 6 aangenoemd. Ja, 6 aangenoemd, zijn er dus 7 eigenlijk. Meerdere moties die zich richten op de bredere gemeentefinanciën en de herverdeling van het gemeentefonds. En dan begin ik met de eerste motie. Die heet Resolutie Eerlijke Financiële Verhoudingen van Breda, Opsterland, Zeist en Rotterdam. Daar hebben geen sprekers zich voor gemeld. Maar misschien heeft iemand toch nog behoefte hier om er iets over te zeggen, dan komt die straks aan de orde bij de stemming. Dan ga ik naar de tweede motie. De motie resolutie los financiële problemen jeugd en WMO op in alle gemeenten. Die is van de gemeente Schagen. En ik geef wethouder Jelle
Jelle Beemsterboer graag gelegenheid om toe te lichten. Hallo Jelle, ga je gang. Dank u wel. Dank je wel, collega's, ook om de gelegenheid om hier de vergadering toe te spreken. Zowel fysiek als digitaal. Als wij zwembaden en bibliotheken moeten gaan sluiten in de gemeente, dan zijn onze zorgkosten op korte termijn opgelost. Alleen, ik ga me dan echt zorgen maken over de zorgkosten op lange termijn. Zowel fysiek als geestelijke zorg gaat volgens mij achteruit als we voorzieningen moeten gaan besparen. Ik ben wethouder voor ruimtelijke ordening en economie in de gemeente, dus het was niet echt in de lijn van de verwachting dat ik over jeugdzorg en WMO een resolutie zou indienen. Maar dat heeft wel een aanleiding. In de afgelopen jaren hebben we een aantal zorginstellingen bij ons in de gemeente mogen realiseren. En vanaf onze afdeling Sociaal Domein, vanaf de collega's van Sociaal Domein, kwam met regelmaat de oproep terug. Weten we nou wel zeker dat we een zorginstelling willen realiseren? Want wij leggen geld toe op de zorg. Daarmee kan het weliswaar zo zijn dat we in een bepaalde behoefte voorzien. Maar als dat nou in andere gemeenten zou gebeuren, dan is het de financiering daarvoor eenvoudiger. We hebben altijd gezegd, ook in het college besloten, het kan niet zo zijn dat we elkaar gaan zitten beconcurreren om zo min mogelijk zorg te leveren in dit land. Wij gaan gewoon leveren en we gaan ervan uit dat de financiën voldoende gedekt zijn. Toen las ik in april volgens mij een bericht in Binnenlands Bestuur, waar ik gewoon van geschrokken was, waarin stond dat ondanks dat alle gemeentes problemen hebben bij de financiering van de jeugdzorg en de WMO, er een enorme verschuiving zou komen waarbij het probleem voor een deel van de gemeente deels opgelost zou worden en het probleem voor een deel van de gemeente vergroot zou worden. Nou, daar ben ik me een beetje boos over gaan maken. En wat doe je dan? Dan dien je een resolutie in. En nou bleek dat er nog een heel aantal gemeenten zich daar boos over maken, want 65 gemeenten steunden die resolutie. Ik ben blij dat het bestuur de resolutie ook overneemt. Ik wens het bestuur heel veel succes bij de verdere onderhandeling. Zowel om voldoende middelen voor de zorg, eigenlijk voor de gemeentefinanciën in algemene zin te krijgen. Maar zeker ook om ervoor te zorgen dat dat in balans is bij alle gemeenten. Laten we ervoor zorgen dat we de zorg overal goed houden. Laten we ervoor zorgen dat alle gemeenten mensen kunnen helpen. En laten we ervoor zorgen dat gemeenten zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Dank je wel, wethouder Beemsterboer. Dan, kijk, gaat u gang. Ik weet hoe je heet, maar wil je toch even je naam zeggen, Willem? Jan Stegeman. Ja. Willem-Jan Stegeman, gemeente Amersfoort. Ik vind de oproep van Schagen sympathiek. Alleen, de herverdeling is een breed gedragen vraag die door de gemeente zelf naar voren gebracht is. We hebben met z'n allen geconstateerd dat we al jaren eigenlijk niet helemaal eerlijk verdeeld zijn, de wijze waarop het gemeentefonds uitgekeerd wordt, niet recht doet aan de problematiek van de verschillende gemeenten. Dat is, in het voorjaar bleek er inderdaad een eerste uitkomst op het sociaal domein. Maar als je nu gaat kijken naar het integrale verhaal, dan is het zeer goed verklaarbaar model geworden. Het zou dus heel jammer zijn als wij die herverdeling van een model wat veel beter verklaart, nu op basis van een verkeerde uitgangspunten, en dat gaat dus met name om dictum 1, zouden zeggen van stel nou dat stukje herverdeling uit. De herverdeling staat los van de grootte van de koek, om het zo te noemen. Natuurlijk, we hebben allemaal als gemeente samen een grotere opgave dan het geld wat ervoor staat. Maar dat doet geen recht aan de vraag of de verdeling eerlijk is. We hebben nu een model met z'n allen, heel veel energie ingestoken, wat daadwerkelijk goed verklaart, echt veel beter verklaart, eenvoudiger is, hoe de kosten tussen de gemeenten daadwerkelijk zitten en hoe dat verdeeld zou moeten worden. Het zou heel jammer zijn als de discussie rond de verdeling en de discussie over de omvang van het gemeentefonds, als die door elkaar zouden gaan lopen. En zowel deze motie als de motie van Bezel, dan heb ik dat maar meteen gehad, die roepen op om die verdeling daarvan afhankelijk te stellen. Maar met name dictum 1 van de motie van Schagen is dus datgene waarvan wij in ieder geval zeggen, doe dat niet. Zorg ervoor dat je die verdeling nu gewoon doorvoert, want die verklaart ongelooflijk veel meer. En ga daarna op basis van wat eruit komt zorgen dat er een goede invoering is en dat er voldoende geld is voor iedereen om alle taken uit te voeren.
En daarnaast, maar dat is dan misschien toch maar heel specifiek de gemeente Bezel. Ja, doe maar, want dan hoef je zo meteen niet meer. Precies daarom. De verdeling is ook niet meer wat oorspronkelijk leek groot tegen klein. Het is gewoon, als je gaat kijken naar het totale pakket, zitten er in alle groepen zitten er voordeel en nadeel gemeente. Het is een heel afgewogen systeem wat volgens mij recht doet aan onze eigen vraag nogmaals om goed en eerlijk te verdelen. En dat leidt tot een mooie koek en een goede manier om dat ook in te voeren. Dat staat los volgens mij van, ga nou door met deze stap die we na zoveel tijd bereikt hebben. Okay, dankjewel, wethouder Stegeman. Ja, ja, ga je gang. Ja, ik zit hier even te vragen van, wat weet u meer dan wij? Nee, maar dit gaat niet goed. En dit moet u wel doen, maar doe het even daar. Want dit is een goede bekende. Ja. Je komt zo ook nog, hè? En je hebt het goed gedaan op de televisie. Kijk, daar is ze. Ja, even Ria Boeren, wethouder gemeente Knippenenwaard. Maar ik zat even me te bedenken, wat weet u meer dan dat wij weten? Want volgens mij moeten we nog via die herverdeling toch nog een keer langskomen. Ja, om Victor gaat er ook in. Tuurlijk. Maar Victor gaat erop in zo. Okay, maar maak je zin af. Ik onderbreek je. Wat stom is dat? Ja. Maar om te kijken van, ja, wat voor consequenties heeft het eigenlijk allemaal voor ons? Die tweede herverdeling, om te kijken van, nou, zijn die verschillen niet zo groot? En kunnen we elkaar daar vinden? Dus daar ben ik ontzettend benieuwd naar hoe dat verder zou gaan. En verder, ik ondersteun wel van ja, we moeten nu actie ondernemen, want daarom sta ik ook hier. En niet te wachten tot dat nieuwe kabinetsonderhandelingen zijn. Dus het hier en nu. En dan ga ik toch maar even gelijk door. De grens is bereikt, maar ik denk dat die overschreden is op dit moment. En al ver overschreden. Dus provincies zijn ook in rep en roer. Vragen aan ons van ja, hoe zie je de situatie? Proberen flexibel te zijn, maar houdt wel die gemeente nog steeds aan een sluitende begroting. Het Rijk is een lappendeken met begroting en wij moeten ons dus aan alle randvoorwaarden houden. Ik verzet mij om ook het zwembad te sluiten en de bibliotheek en al mijn voorliggende voorzieningen. Ik verzet me er echt tegen. Ik ben echt mijn gemeente aan het afbreken als ik kijk wat er nu aan de hand is. Dus kom nu over de brug om 21-22. En ik weet niet hoe lang u gaat praten over de kabinetsformatie, maar misschien dat 23 dan ook nog het beslag moet zijn om in die situatie te compenseren. En het gesprek aan te gaan over de middelen en, wat je al eerder hebt gezegd, het beleid. Hoe is het? En ik had in mijn stukje staan, we rommelen nu onze begrotingen sluitend. Ik wist niet dat je ook het woord rommelen zou gebruiken, maar het staat ook in mijn. Zijn we het toch weer zijn eens? We het eens. Ja. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes met die onderhandelingen en stevig inzetten. Ja, zeker. Dat heb ik ook gezegd. Victor gaat zo nog wel even op je in, hè? Dat vind je goed, hè? En ik heb met plezier naar je gekeken. Maar dat mag ik geloof ik niet zeggen. Dan gaan we nu naar motie 3. Motie 3 zegt, gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig van de gemeente Zoetermeer. Ik geef het woord eerst aan gemeenteraadslid Marijke van der Meer. Marijke. Ja, dank u wel, voorzitter. En beste mensen thuis. Een van onze grootste Nederlandse filosofen zei, je gaat het pas zien als je het doorhebt. En daarvoor moet er een moment zijn waarop je op een andere manier gaat kijken. Dat moment was 2 juli. Het Kamerdebat over de financiële verhoudingen, ik kom daarop terug. In Nederland kregen we een opschalingskorting. Die sloeg nergens op. En zelfs toen de economie als een tierenlier draaide, ging die korting door en werd steeds hoger. En wat deden wij, brave, gezagsgetrouwe gemeenten? Wij bezuinigden. Ieder jaar meer. Er kwam een abonnementstarief voor de WMO. En wat deden wij, gemeente? Wij lieten het Rijk goede sier maken met dit gebaar en lieten gebeuren dat de aanzuigende werking voor het overgrote deel door ons, de gemeente, werd betaald. En wij bezuinigden. En al sinds 2015 worstelen we met de jeugdzorg, de hulp aan onze kinderen en tieners. We wilden het zo graag beter doen en zonder wachtlijsten dat we lieten gebeuren dat we met onvoldoende sturingsmogelijkheden, met veel te weinig geld en nauwelijks middelen om te kunnen hervormen, de hele jeugdhulp over onze schutting lieten gooien. En wat deden wij, de gemeenteraden en colleges? Wij bezuinigden en we bezuinigden.
We sneden niet alleen het vet weg, maar we begonnen in eigen vlees en bot te snijden. Want de begroting moet sluiten en verantwoordelijke raden dekken structurele kosten met structurele middelen. De nood werd zo hoog dat we steeds meer signalen richting het Rijk stuurden. En vol verwachting keken we op 2 juli naar het debat in de Tweede Kamer. Maar tot ons afgrijzen ging het daar niet over de miljarden die we structureel tekortkomen, maar ging het erover of het ons zou helpen als we de begroting wat later mochten indienen. De minister had van vele wethouders die dag brieven, filmpjes en een position paper gekregen, maar legde aan de Kamer uit dat zij in juli 2020 niet wist en niet kon weten hoe de financiële toestand van de gemeente over 2019 was en dat eventuele structurele oplossingen zouden moeten wachten tot 2022 of 2023. En zij vertelde hoe goed ze ons geholpen had met incidenteel geld dat een fractie is van wat we structureel nodig hebben. Het was goed dat dat gebeurde, want we werden kwaad. 2 juli zorgde ervoor dat duidelijk werd dat we als gemeente veel harder moeten opkomen voor onze bestuurslaag en voor onze bewoners. De minister liet via het VNG Magazine weten dat we aan dezelfde kant van de touw trekken. En dat deden we ook tot nu toe. We trokken met elkaar onze gemeente de afgrond in. En dat moet stoppen. We moeten als gemeente geen genoegen meer nemen met structurele tekorten die worden veroorzaakt door het Rijk. Nooit meer taken op ons nemen als tevoren niet volledig duidelijk is dat we daarvoor genoeg middelen krijgen. En op dit moment moeten we als gemeente stoppen met bezuinigen en meer dan ooit anticyclisch aan de slag. De voorzieningen die onze bewoners zo hard nodig hebben, heropenen en openhouden. Het onderhoud van de stad weer omhoog brengen, zodat we de werkgelegenheid een impuls geven. En al die dingen doen waarmee we de gemeente beter maken, zodat we allemaal weer kunnen doen waarvoor we in de politiek gingen. Zodat het ook straks weer gaat lukken om kandidaten te vinden die raadslid willen worden. Voorzitter, namens 55 gemeenten. Ze staan op de website van Raden in Verzet. En dus niet alleen namens de Raad van Zoetermeer roep ik alle gemeenten op om voor onze motie te stemmen en de VNG het mandaat te geven om namens ons keihard te onderhandelen. Tot slot bedank ik de minister. Het was goed dat u zo duidelijk was op 2 juli. We zagen het en kregen door dat we als gemeente volle bak moeten opkomen voor onze bewoners. En we hopen dat die minister samen ons, met ons, wil overstappen naar de andere kant van de touw. Zodat we onze gemeente uit het financiële moeras kunnen trekken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Meer, gemeenteraadslid Zoetermeer namens vele gemeenten. Geef ik nu het woord aan wethouder Walters. Karin, ja. Hilversum. Dank u wel, voorzitter. Geachte medebestuurders, ik ben Karin Walters, wethouder Financiën en Welzijn en Zorg van de gemeente Hilversum. Ik sta hier namens het college ondersteund door de oproepen van onze gemeenteraad. Wij zijn mede-indiener van de motie van Zoetermeer. Wij willen hier 3 punten bij maken. Ten eerste, de gemeenten hebben nu extra geld nodig. Niet pas na een kabinetsformatie rond volgende zomer. Gemeenten raken uitverzonnen. We kunnen geen goede voorjaarsnota maken voor 2022. Zonder extra geld. Ten tweede, wat is onze claim voor het benodigde geld op jeugdzorg en WMO? Hoeveel krijgen we te weinig van het Rijk? In het najaar komen de onderzoeken over jeugdzorg en WMO uit. Het zou niet voor het eerst zijn dat in zulke rapporten lagere bedragen staan dan wij als gemeenten hadden verwacht. Voor de G40 heb ik berekeningen gemaakt hoeveel we te weinig krijgen van het Rijk. Daar overleggen we binnenkort over met de mensen van VNG Financiën. Laten we zorgen voor een goede inhoudelijke positie. Ik werk er graag aan mee. Tot slot, zijn we klaar voor acties? We zijn al jaren bezig om vriendelijk aandacht te vragen voor de tekorten. Ook Hilversum heeft videostatements aangeleverd en is naar de Tweede Kamer geweest. Als er geen extra geld komt, dan is het tijd voor stevigere acties. Dat is precies waar de motie van Zoetermeer toe oproept. Hilversum is er klaar voor. Graag horen we van het bestuur van de VNG welke ideeën het daarover heeft. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Walters.
Dan gaan we naar motie 4. Herstel structurele weeffout in financiering door Rijk van gemeente van Enschede. Gemeente als dit meneer Nijhuis, Joost Nijhuis. Dank voorzitter. Ben ik te verstaan? Ja. Dank voorzitter. Voordat ik een toelichting op de motie geef, even een paar dingen vooraf. Allereerst wil ik u namens de gemeente Enschede hartelijk danken voor uw kernachtige woorden in de jaarreden die zijn uitgesproken en waar wij als Enschede al zo lang op hameren. En dat voelt als een hart onder de riem. Dank daarvoor. Tevens ook dank dat het bestuur onze motie onderschrijft. Nog even naar Hilversum toe, ad hoc. U vraagt om actie. U heeft alle 355 gemeenten al in maart van Enschede een oproep gehad om mee te doen. U heeft gratis een analyse-instrument ter beschikking gesteld waarin wij goed kunnen onderbouwen welke tekorten aanwijsbaar zijn en toewijsbaar zijn aan structurele tekorten vanuit het Rijk en welke eventueel aan coalitieakkoorden. En ik roep u nogmaals op, inmiddels hebben 60 à 70 gemeenten deze analyse al gemaakt. En met als gevolg dat we ook het bewijs zometeen aan de minister kunnen leveren. En er zijn een stuk of 70, 80 gemeenten die voornemens zijn dat te doen. Dit even vooraf. Verder zal ik u nu de toelichting geven op onze motie. Met dank aan het bestuur van de VNG dienen wij hierbij de motie ingetiteld herstel de structurele weeffout in de financiering van het Rijk naar gemeenten. Voorzitter, laten we samen vandaag een kristalhelder signaal af gaan geven aan de minister door unaniem in te stemmen met deze motie. Deze motie moet ervoor gaan zorgen dat de klassieke taken van de gemeente, zoals bibliotheek, zwembad, speeltuin, openbaar groen, niet tot in eeuwigheid dé pinautomaat blijven voor de tekorten die gemeenten voor het Rijk dienen op te lossen. Daarbij, ofschoon je dit wellicht niet meteen zou verwachten, gaat deze motie in de kern ook om het behoud van de lokale democratie, zoals we die kennen. Voor u staat een raadslid. Raadsleden vormen samen met u het gemeentebestuur. Raadsleden zijn betrokken mensen die in de samenleving wortelen. Het is essentieel dat inwoners zich goed vertegenwoordigd weten door een raad die voldoende ruimte heeft om keuzes te maken voor een passend lokaal aanbod van publieke voorzieningen, nu en in de toekomst. Het is daarom dat we nu juist zo zwaar inzetten op het herstel van deze structurele weeffout in de gemeentelijke financiering. Een gemeentebestuur is, op de burgemeester na, nog altijd een gekozen lekenbestuur. Maar we zien ook dat het geheugen van de gemeenteraad steeds korter wordt, terwijl de veelheid, maar meer nog de complexiteit van zaken, enorm is toegenomen. En in die wereld, die steeds complexer wordt, vechten grote belangen om de prioriteit. Maar degenen die eraf sturen, zijn niet degenen die in die strijd uitvoering moeten geven aan alle belangen met alle gevolgen van dien. En ja, met die scope ontstaan er structurele weeffouten waardoor gemeenten lijken te zijn verworden tot uitvoeringsorganisaties van Den Haag. Maar wel in Den Haag dat de wet en regelgeving blijft bepalen en de immer ontoereikende middelen verschaft. Dat uitvoerende orgaan, de gemeente, ziet zich wel geconfronteerd met open eindregelingen voor WMO en jeugdzorg en met een wetgeving die er toeziet op sluitende begrotingen. En daarmee wordt dus de gemeenteraad en college, ergo de gemeente, geen andere keuze gelaten dan voor eeuwig de oplossing voor tekorten te zien te vinden in de klassieke taken. En de klassieke taken zijn het cement in onze samenleving, de intieme infrastructuur van je gemeente. He, zoals gezegd, bibliotheek, zwembad, speeltuin, noem maar op. Op het moment dat die infrastructuur in verval raakt of verdwijnt, tast dat de sociale cohesie tot in de haarvaten van je samenleving aan. En dat wil niemand, meneer de voorzitter. Doen we niets aan het herstel dat ons hiertoe dwingt, zullen we blijvend veroordeeld zijn om iedere keer weer in actie te komen en pleisters te plakken. En er worden wat pleisters gevraagd hier, maar we gaan structureel kijken. En dat wil dus geen enkel lid hier op deze moment van de VNG, dat durf ik te stellen. Dus laten we een structureel einde maken aan de enige optie die ons anders rest. En dat is de klassieke taken tot in eeuwigheid de pinautomaat te laten zijn voor de tekorten van het Rijk. Ik rond af. Weet dat we in de motie vanzelfsprekend ook het termineren van de opschalingskorting hebben staan, maar ook dat de financiële commissie van de VNG mee gaat denken in oplossingen en dus aan tafel komt. Wij als VNG. Alleen op deze wijze krijgen we een eerlijker, genuanceerder speelveld waarbij de lokale democratie ook daadwerkelijk weer de zeggenschap krijgt over haar taken. En we rekenen dan ook op uw aller steun. Ik dank u. Dank u wel, meneer Nijhuis, gemeenteraadslid in Enschede. Dan de vijfde motie.
motie tijdelijk extra ruimte gemeente van de Krimpenerwaard. U heeft net mevrouw wethouder Boeren al gezien. Ria, wil je nog iets toevoegen? Mevrouw Boeren, wilt u nog iets toevoegen? Ja, kort graag. En we nemen hem, en duidelijk ook. En we zijn ook, het bestuur heeft ook deze positief geadviseerd. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u. Ik wil nog even één accent. Er zijn natuurlijk grote problemen en opgaven voor het Rijk. Laten we dat niet vergeten. Als we dan zien naar, kijken naar die begroting op Prinsjesdag en de 4 miljard voor een investeringsfonds om de economie te versterken, dan vraag ik me af of deze injectie, dit vaccin, zal sterk in kracht afnemen wanneer de gemeente massaal moet bezuinigen, wanneer we geen compensatie krijgen en we de weeffout in geld en beleid niet herstellen. Want wij gaan vanuit het Rijk dat zien, maar dat gaan wij echt dempen. De motie die wij ingediend hebben is echt het verhaal van help ons in ieder geval in afwachting van structurele maatregelen de winter door te komen. Dank je wel. Helder, dank u wel, wethouder Boeren. Dan motie nummer 6. Motie herijking gemeentefonds van de gemeente Bezel. Burgemeester Bob Forstemans geeft een korte toelichting. Burgemeester. Dankjewel, voorzitter. Allereerst even een correctie. We worden aangekondigd als de gemeente Bezel. En in persoon mag ik ook burgemeester zijn van de gemeente Bezel. Ik sta hier echter als voorzitter van de kopgroep van de K80. En als kopgroep, en dat zijn de gemeentes Alphen-Kaam, Noord-Brabant, Enkhuizen, Roosendaal, Gelderland en Oost-Weijen, samen met Bezel, vormen die kopgroep en hebben ook samen deze motie opgesteld. Helemaal goed. En ingediend. Ja. En voorzitter, ik hoor u denken, en ik hoorde het ook niet in uw reden, de K80. Ik hoorde een rijtje van P10, G4, G40. Allemaal duidelijke platformen. Maar de K80, die heb ik er niet gehoord. En dat is ook niet zo onlogisch. Want we zijn er pas net. Maar we zijn er wel. En dat is belangrijk, want beste toehoorders, het gaat veranderen dat u ons niet kent. Voor de zomer, begin van de zomer, heeft een noodkreet die naar alle 80 burgemeesters van die kleine gemeentes is uitgegaan, die heeft geleid tot een saamhorigheid. Een moment waarop al die 80 burgemeesters eigenlijk aangaven zich ontzettend zorgen te maken over de positie van die kleine gemeentes. En die eerste bijeenkomst die heeft er uiteindelijk toe geleid dat we ook gezegd hebben, we gaan onze krachten bundelen en we proberen samen ook op te komen voor die kleine gemeentes. De K80, de krachtige 80, de krachtige kleine gemeentes. We zetten ons niet af tegen de grote, dus laat ik dat ook alvast naar de wethouder van Amersfoort zetten. Maar we willen ook graag het perspectief voor de kleine gemeentes noemen. En ons eerste wapenfeit is, ook in het verlengde van wat de anderen vandaag al hebben ingebracht, een motie, voorstel, herijking, gemeentefonds. Dat vinden wij onverantwoord, althans, daarvoor vinden wij bijsturen op dit moment noodzakelijk. En nogmaals, dat doen we dus namens de kopgroep. Mijn naam is Bob Forstemans, heb ik al aangegeven. En Bezel is een kleine gemeente, 13.500 inwoners in de gezondste regio Noord-Limburg. De motie die we namens de K80 indienen is nadrukkelijk ook veel breder gesteund. En dat wil ik echt benadrukken. Hij is belangrijk voor alle gemeentes. Van onze grootste gemeente Amsterdam tot de kleinste Schiermonnikoog. En niet voor niets, dat kunt u ook bij ons zien in de lijst van mede-indieners, dan is dat eigenlijk een heel breed scala van gemeentes. En ook het positieve pre-advies van het bestuur van de VNG, dat zien wij als een onderstreping van het feit dat dit voor alle gemeentes belangrijk is. We roepen in de motie het VNG-bestuur op om die herijking van het gemeentefonds onlosmakelijk te verbinden met de eisen aan het Rijk om meer structurele financiële ruimte. Dat is nodig, dat hebben we vandaag hier vanmiddag ook gehoord. Het sociaal domein, de opschalingskorting, zaken waar wij ons ook ontzettend zorgen om maken. En mocht er nou de herverdeling bijkomen, waar we op dit moment nog echt met een blinddoek op deze herverdeling tegemoet gaan, ja, dat vinden wij onverstandig. En daarom vinden wij het ontzettend van belang dat wij heel graag ook verder gaan met dat proces van herverdelingen. Dus ook naar de wethouder van Amersfoort. We roepen niet op om het te stoppen, maar we zeggen wel, schort nou uiteindelijk die invoering van die herverdeling, schort die op, totdat u VNG bereikt heeft dat er ook echt meer
structurele ruimte komt. Dat de koek ook daadwerkelijk groter wordt. Want op dat moment is het verantwoord, ook voor de kleinere gemeentes in dit land, om over die herverdeling uiteindelijk definitief een ja of een nee te noemen. Goed, tot slot. Ik vat het even samen. Voor invoering van de herverdeling eerst meer financiële ruimte. Daarna gaan we praten over hoe we precies die herverdeling uiteindelijk met elkaar aftikken. En het mag natuurlijk vanzelfsprekend zijn dat ook voor de K80, voor de kleine gemeentes, dat daar niet een onevenredig nadeel moet zijn. En als dat nadeel daar al is, dan willen we daar graag op tijd mee aan de slag kunnen, zodat we ook gewoon hele verantwoorde keuzes kunnen maken die voor onze inwoners ook goed uit te leggen zijn. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester Forstermans. Dan in dit cluster de laatste moties. We moeten wel tempo gaan maken, hoop ik. Ook gelet op de regen. De nagekomen motie voldoende middelen voor de regio van Sluis namens de Zeeuwse gemeente. Ze hebben geen behoefte om gebruik te maken van de mogelijkheid om de motie nader toe te lichten. Dus wij komen aan het eind van het eerste cluster. En ik geef namens het bestuur het woord aan wethouder Victor Everhart. Kort in te gaan op de vragen en suggesties. Wethouder Everhart. Dank u wel, meneer de voorzitter. Kort in te gaan, begrijp ik. Wat ik in ieder geval wil meegeven vanuit het bestuur is natuurlijk ook de resonatie van de speech van de voorzitter net. De grens is bereikt en wij moeten inderdaad structureel groter koekgangen krijgen. Tekort op sociaal domein, op schaanskorting van tafel. Laat dat helder zijn. Geen verdeling van de schaarste. Dat betekent ook is dat we goed moeten gaan kijken wat nou precies de effecten zijn van de herverdeling die BZK half oktober in zijn geheel in consultatie zullen gaan brengen. En dat betekent dus dat we de cijfers die we eerder hebben gezien, de motie Schagen refereerde daaraan, ook met dat staartje. Ja, wij weten niet precies op dit moment wat dat voor individuele gemeenten gaat betekenen als halverwege oktober BZK dit inzichtelijk gaat maken. Dat is het moment waarop we dat ook kunnen gaan bestuderen. En dan kunnen we met die consultatie in de hand inderdaad ook gaan kijken hoe we die herijking verder vorm gaan geven. En de lijn van het bestuur is ook om de komende maanden die consultatie in te gaan om dat nieuwe verdelingsmodel ook beter passend te krijgen. En dat is waarom we inderdaad ook wel die herijkingsproces de volgende stap in willen gaan. En we zullen dat dan moeten gaan beoordelen aan de hand van een aantal criteria. A. Voldoet de herijking aan de voorgestelde criteria zoals we vooraf hebben gesteld, namelijk een vereenvoudiging, een verklaarbaarder, een transparant, maar ook een voor de transformatie ondersteunend nieuw model. Tweede is de koek inderdaad daadwerkelijk groter geworden? Derde, is er ook sprake van een acceptabele ingroeitraject? Ik hoorde in ieder geval een aantal van de indieners ook daarop duiden. En het vierde, is er ook een goede regeling voor eventuele uitschieters die dan nog steeds in dat model naar voren komen? Ook dat moeten we eerst gaan bezien. Langs die lijn komen wij dus inderdaad ook tot positieve pre-adviezen richting alle moties. Ook de laatste ingediende motie vanuit Sluis met de beide dicta die ons ook die ondersteuning geeft. Sowieso om inderdaad structureel meer geld te pleiten. En ik zie inderdaad ook de oproep vanuit Krippen naar Waard in de tussentijd. Probeer dan nog dat andere geld te krijgen. Wat er in ieder geval gaat gebeuren is de tweede helft dit jaar zo snel mogelijk hopelijk tot we daar zicht in krijgen, tot die studie naar het sociaal domein wordt afgerond en tot we dan inzicht krijgen welke extra gelden daarmee gemoeid te kunnen gaan worden. Daarmee wil ik in ieder geval dit blok sluiten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dus even staan, zijn er brandende vragen? Worden dus allemaal met een positief advies zometeen in de stemming gebracht? Oké, dankjewel, Victor. Dan stel ik voor over te gaan tot de stemming. En dan beginnen we met de allereerste motie, de resolutie eerlijke financiële verhoudingen, onder andere ingediend door Breda, Opsteland, Zeist en Rotterdam. Kijk even naar de techniek. Ja, daar is hij. U kunt gaan stemmen.
komt hij aan, de uitslag van motie 1. De motie is met 100% aanvaard. Vind ik ook. Heel goed. Dan de resolutie los financiële problemen jeugd en WMO op in alle gemeenten van Schagen. U kunt gaan stemmen. Ja. Is mooi. Dan de tweede motie. Uitslag is bijna bekend. Ook deze motie is aanvaard met bijna 86% van de stemmen. Gaan we gauw door naar de derde motie. De motie Zoetermeer en vele andere gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig. U kunt gaan stemmen. Dichtbij, maar ik word volgens mij even nog kletsnat op de fiets. De uitslag is binnen, Jan. Mooi, de derde motie is aanvaard met hoeveel? 99,37%. Nou, mevrouw Van der Meer en alle anderen, gefeliciteerd. Motie is aanvaard. Dan de vierde motie. Motie herstel structurele weeffout in financiering door Rijk van gemeente van Enschede en anderen. U kunt gaan stemmen. Is binnen. Mooi.
De vierde motie wordt aanvaard met bijna 100% van de stemmen, 99,71%. Prima, we weten wat ons te doen staat. Dan de vijfde motie. Tijdelijk extra ruimte gemeente van Krimpenerwaard. U kunt gaan stemmen. De uitslag komt eraan. De motie is met 98,58% aanvaard. Wethouder Boeren, zet hem op. En ik ook trouwens. Dan. zeker. Komt goed, Ria. Motie nummer 6. Herijking gemeentefonds van de gemeente Bezel van de K80. U kunt gaan stemmen. Hij komt eraan, de motie is aanvaard met 83,70%. En tenslotte de zesde, zes, motie 6a. De laatst binnengekomen motie van Sluis namens de Zeeuwse gemeente. Daar gaan we nu over stemmen in dit eerste cluster. Motie Sluis, gaat uw gang met stemmen. Thank you.
Motie. De uitslag van de stemming komt eraan. De motie is aanvaard met 100% van de stemmen. Dat zijn de Zeeuwen. Dan, ja, ik zeg het maar even tegen de mensen die thuis kijken en die via de chats bemerkingen maken, bijvoorbeeld van kunnen die moties niet in één keer even worden gedaan? Ja, dat kan niet. We zijn nu niet live. We kunnen het niet bij acclamatie doen. En je ziet het ook aan de uitslagen. Die verschillen toch steeds. Dus sorry, nog even geduld. Motie 7, die gaat snel. Zorg over Belastingdienst van de gemeente Alkmaar. Geen toelichting gevraagd. Het bestuur stelt voor deze motie te aanvaarden. En ik geef u de gelegenheid om over motie 7 te stemmen. Uitslag althans, en die luidt dat u met 96,12% deze motie uit Alkmaar heeft aanvaard. Dan gaan we over naar motie 8, compensatieregeling voor de zwembanen om faillissementen te voorkomen van de gemeente Leusden. Het bestuur is positief. Ik geef aan wethouder Wim Vos een gelegenheid om kort toe te lichten. Ja, dank u wel. Laat ik beginnen met uit te spreken dat ook ik enorm waardeer de toespraak, de toon en de inhoud die u hebt aangeslagen. Toen we zagen de compensatieregelingen waren we heel blij natuurlijk dat er vanuit het Rijk de nodige compensaties waren. Alleen viel mij op dat met name het zwembad daarin niet genoemd werd. En als ik vandaag hoor hoe vaak het zwembad wel niet genoemd is, denk ik dat het heel goed is om te markeren dat wij als gemeente toch zoveel mogelijk het zwemonderwijs willen faciliteren. En willen dat iedereen in Nederland fatsoenlijk kan zwemmen. Ik gun ook bijvoorbeeld onze voorzitter, vanochtend zijn zwembaantjes. En ik hoop dat u geen koude rillingen hebt genomen, ontvangen. Maar wel dat u een warm bad hebt ontmoet. En ik hoop dat de compensatieregeling daarvoor ook in het leven gesteld gaat worden. Dank u wel, wethouder Vos. Wethouder Lange? Yes, ik zou inderdaad ook zeggen, laat Van Zanen zwemmen. We hebben binnen enkele weken een overleg met het Rijk over de compensatie van juist zwembaden. We weten ook dat een gesloten zwembad nog gunstiger is dan de situatie die we nu hebben met een open zwembad, maar weinig zwemmers. De VSG heeft berekend wat het aan kostenderving nu eigenlijk nodig is om dat te compenseren. En dat is om en bij de 93 miljoen voor de zwembaden. En de ijsbanen hebben we ook meegenomen. Dus wij gaan daarmee aan de slag. We weten wat we nodig hebben en binnen enkele weken zitten wij aan tafel bij het Rijk. Dank u wel. Dank jullie wel. Ik geef graag gelegenheid tot stemming over motie nummer 8. De compensatieregeling.
is bijna daar. Hij is er. De motie is met ruim 99% van de stemmen aangenomen. Gefeliciteerd. Motie 9, onderwijshuisvesting. Ik geef het woord voor een korte toelichting aan wethouder Wijnands van Noordoostpolder. Ja, voorzitter, dank u wel. Op de laatste ALV in Utrecht, uw hometown toen de tijd nog, heb ik u inderdaad een hele mooie duizendpoot slinger in de rondvaag overhandigd. Ik heb natuurlijk in dit gebouw Willemshof rondgekeken waar die hangt. Maar ik begrijp wel dat u hem gewoon dichtbij wil hebben en dat hij gewoon op uw kantoor in het stadhuis hangt. Voorzitter, die slinger was de voorbode voor de motie toezegging, bekostiging, onderwijshuisvesting. En deze door een groot aantal gemeenten ingediend en ook ondersteund, heeft u kunnen zien. Voorzitter, de wetgever wil dat wij ons aan de wet houden. En dat is ook de titel van mijn functie. Per 1 januari aanstaande komt er een nieuwe wet. En die betekent dat nieuwe scholen bijna energie-neutraal gebouwd moeten worden. Dat is mooi, want menige gemeenten, eigenlijk alle gemeenten, hebben een ambitie op het gebied van energie-neutraal zijn. Maar voorzitter, als je als gemeente, als Rijk, een taak decentraliseert, dan vind je dat je ons niet met lege handen moet laten staan en dat moet laten functioneren. Het is nu al ondoenlijk om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen. Laat staan dat je de eisen verder opschroeft en normbedragen ophogen zonder dat je daarbij geld meegeeft, vergroot de kloof alleen maar verder. En bij dit soort decentralisaties vertrouwen we het Rijk eigenlijk niet meer. Kijkt u maar naar de vele moties hier op de ALV. Put your money where your mouth is. Knaken en taken. Ofwel in mooi Nederlands, boter bij de vis en aardappelen. Per slotverrekening komen wij uit de polder. Er is ook recent een nieuwe prioriteit bijgekomen. En dat is de uitdaging om het binnenkwaliteit van scholen te verbeteren. Er ligt een mooi adviesrapport van het expertise-team onderwijshuisvesting met de constatering dat er maar liefst 21 miljard nodig is in de komende 30 jaar. De uitdagingen liggen er echter nu al. Straks komt er nog de verplichting om een integraal huisvestingsplan op te stellen. En vandaar dat wij u als bestuur opdragen om met deze motie een toezegging te krijgen van het Rijk dat er benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld om te voldoen aan de wettelijke eisen, verbetering van het binnenmilieu en verduurzaming van onderwijsgebouwen. Het mag duidelijk zijn dat dit niet ten koste mag gaan van andere onderdelen van het algemene uitkering, maar mooi dat u de opdracht aanvaardt. En met een afdoende toezegging, bekostiging, onderwijshuisvesting kunnen wij kinderen, ouders, docenten een goede omgeving bieden en investeren we ons uit de crisis. Voorzitter, het staat niet in het dictum, maar wel bij onze overwegingen. En wij zouden ook graag zien dat ook scholen de ruimte krijgen om meer mee te investeren bij nieuwbouw. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Wijnands. Wethouder Lange. Ja, voorzitter, het is ook bij ons gewoon een grote irritatie dat wij van de Rijksbijdrage geen volledige school kunnen neerzetten. En dat gat tussen het geld dat we hebben en wat het kost om aan de eisen te voldoen wordt alleen maar groter. Gelukkig, en u refereerde er al aan, hebben we een expertise-team. Hebben we berekend wat er in de toekomst nodig is. Wij zijn al klaar voor de kabinetsformatie. Die laat nog even op zich wachten. Maar wij komen volledig beslagen ten ijs. En wij willen dat er voldoende compensatie is, zodat wij een volledige school kunnen bouwen die voldoet aan de eisen. Dank u wel, heren. We gaan gauw over naar de stemming over motie nummer 9 over onderwijshuisvesting. Ik maak de stemming wat mij betreft open en u kunt gaan stemmen.
De motie is aanvaard met 100% van de stemmen. Dan gaan we over naar motie nummer 10, motie handhaving vuurwerkverbod van de Utrechtse Heuvelrug. Het bestuur adviseert positief. Utrechtse Heuvelrug ziet af van de mogelijkheid om de motie nader toe te lichten. Dus ik kan hem meteen in stemming brengen. U kunt gaan stemmen over motie nummer 10, handhaving vuurwerkverbod. De uitslag van de stemmen komt eraan. De motie is met ruim 96% van de stemmen aanvaard. We gaan over naar motie nummer 11. Structurele afspraken, nationale parken, ingediend door Utrechtse Heuvelrug. Ik geef graag het woord aan wethouder Broekhuis. Chantal. Dank voor het woord. We hebben met elkaar gezien hoe belangrijk de nationale parken in Nederland zijn de afgelopen periode. Juist in deze coronatijd. Heel veel mensen vanuit stad en land hebben kunnen uitwaaien, fietsen, wandelen en lekker vertoeven. De nationale parken dragen echt aantoonbaar bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen. Daar wordt met verenigde krachten aan samengewerkt om deze gebieden te beschermen met landgoedeigenaren, natuurbeherende organisaties, gemeenten, waterschappen en provincies. En het Rijk incidenteel steunt ook de nationale parken. Samen komen we ver, maar er is een stap meer nodig. De nationale parken hebben we dan ook opgeroepen om in overleg te gaan, om te komen tot structurele afspraken en structurele financiering voor de instandhouding van deze parken. En daarom, in lijn van de oproep van de nationale parken, in overleg leggen wij met de nationale parkgemeenten het voorstel neer om in overleg te gaan met Rijk en IPO en de maatschappelijke partners om te komen tot structurele afspraken over de aanpak en de financiering voor de lange termijn instandhouding. De gemeentelijke begrotingen staan onder druk. Wij kunnen niet heel veel langer bijdragen alleen. En we zien ook dat de aandacht van het Rijk langzaam verlegd wordt naar de Natura 2000 gebieden. Laten we de nationale parken niet vergeten, want zij kunnen ook een hele grote bijdrage leveren aan deze opgave. Dank u wel, wethouder Broekhuis. Wethouder Van Hooydonk namens het bestuur. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel aan mevrouw Broekhuis, collega uit de regio. Ik hou het inderdaad kort, want we adviseren dit positief. We hebben veel gesprekken over het sociaal domein bij de VNG, maar we hebben ook in Nederland grote fysieke opgaven. Terecht wordt gezegd dat we dat in coronatijd ook weer merken, hoe belangrijk het groen is. We kennen de stikstofdiscussies, landelijk gebied, verstedelijking. En daar horen de nationale parken zeker bij. Dus positief advies. En dat gaan we inbrengen in onze gesprekken met het ministerie. Nemen we mee. Dank jullie wel, wethouders. Ik geef motie nummer 11 over de structurele afspraken nationale parken graag in stemming. Thank you.
De stemming komt eraan. 97,81% stemt hiervoor. Deze motie is ook aangenomen. Motie nummer 11. Dan gaan we naar een klein cluster. Een cluster van twee moties. Die hangen samen met de Omgevingswet. De motie budgetneutrale overgang naar Omgevingswet van de gemeente Noordoostpolder zal kort worden toegelicht door wethouder Haagsma. Wiemer, ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Ik geef inderdaad graag namens de gemeenteraad van Noordoostpolder een korte toelichting. Maar ik neem u vooraf ook graag mee. Zou u een aankoopovereenkomst voor een gewenste auto ondertekenen als u niet de garantiebepalingen kent? Gemeente Noordoostpolder wil van de Omgevingswet graag een succes maken en deze motie is niet bedoeld om de invoering opnieuw uit te stellen. Alle gemeenten zijn druk bezig met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. We streven allemaal mooie en goede ambities na en hebben geloof in de verbeterslag die we met de invoering kunnen gaan maken. We streven naar betere dienstverlening. We creëren een overzicht in de regels en de plannen. En er komt een cultuurverandering, zodat we een nabije overheid kunnen zijn. In Noordoostpolder hebben we gewerkt aan 4 leidende principes. We hebben gezegd, we leveren maatwerk, we werken dynamisch, we hebben en geven vertrouwen en we wegen belangen af. Oftewel, we zijn goed op weg, net als u. Maar er zijn ook zorgen en gezien de 7 meediende indieners en de 30 gemeenten die ondersteund hebben, leeft deze zorg breder. De insteek is dat de invoering budgetneutraal zal verlopen. Met structurele baten zouden de invoeringskosten terugverdiend moeten worden. Op basis van onze lokale inzichten blijkt echter steeds sterker dat er sprake zal zijn van structurele lasten die de vermoede baten overstijgen. En dus heeft de invoering direct consequenties voor onze gemeentebegrotingen. Daar zit onze zorg. Dat die zorg leeft nu des te meer door de uitwerking van de decentralisaties in het sociale domein. Het zou zonde zijn als de financiële consequenties negatieve gevolgen hebben op het ambitieniveau voor de kwaliteit van invoering van de Omgevingswet. Het is daarom noodzakelijk dat er middels onderzoeken nu ook aandacht is voor de structurele lasten en wij werken daar als gemeente Noordoostpolder graag aan mee. Maar omdat deze onderzoeken nog niet zijn afgerond en er dus ook nog geen zicht is op een budgetneutrale overgang, is onze zorg groot. Zou ik een aankoopovereenkomst voor een gewenste auto ondertekenen zonder de garantiebepalingen te kennen? Nee, ik zou het niet doen. Om te voorkomen dat de implementatie plaatsvindt zonder zekerheid over een op termijn budgetneutrale overgang, dienen wij dus deze motie in. Zeker niet, nogmaals, om de implementatie tegen te gaan of uit te stellen. Maar we roepen de VNG op om ervoor te zorgen dat ze tijdig het belang van de financiële gevolgen boven tafel krijgen en daarvoor het gesprek met het Rijk aan te gaan. Rondom Prinsjesdag hebben we allemaal veel quotes gezien, gelezen op social media en in de kranten van burgemeesters en wethouders over de stress in het financiële domein voor ons als gemeenten. Ik ga u die quotes niet allemaal voorlezen, maar één wil ik u niet onthouden. Een burgemeester zegt in het AD van 14 september... ik word doodziek van dat constante gesoebat om geld. Was getekend burgemeester van Zanen. En zojuist voegde hij daaraan toe, ik wil niet blijven dweilen, ik wil aan de kraan zitten. Het is me uit het hart gegrepen. En opdat minister Ollongren vandaag zei, hier op deze ledenvergadering, dat we op haar kunnen rekenen, lijkt me dit een gouden kans voor de VNG om hier op een positieve manier uit te komen. Ik dank u wel. Dank u wel, wethouder Haagsma. Dan ook in dit cluster de motie budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet van de gemeente. De motie budget volgt bodemtaak van de gemeente Haarlemmermeer. Haarlemmermeer maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de motie toe te lichten. Ook over deze motie brengt het bestuur een positief preadvies uit. Wethouder van Hoorden, kunt u op beide moties heel kort ingaan? Dat zal ik doen. Zo kort mogelijk. Budget volgt taak. De directeur heeft er al op gewezen. De voorzitter heeft er al op gewezen. Veel insprekers. Dat geldt voor allebei deze moties. Als het gaat over de Omgevingswet, motie 12. Dat staat ook in het dictum. De randvoorwaarden
Dat het budget neutraal zal zijn op middellange termijn. Die staat, die is afgesproken, daar moeten we ons aan houden. En het lijkt me niet meer dan vanzelfsprekend dat we daar onze leden over gaan raadplegen. Dus voor motie 12 een positief advies. En overigens wil ik daarbij zeggen, we delen de zorgen. We zien dit aankomen, dus het is een ontzettend herkenbaar beeld wat de gemeente Noordoostpolder hier schetst. Datzelfde geldt voor motie 13, Haarlemmermeer. Afgelopen week nog onderwerp geweest van de ECAM-commissie van de VNG. Die zorgen delen we ook. We denken dat niet alleen die decentralisatie zorgt voor een uitdaging in het bodemdomein, maar ook, u kent het PFAS-dossier. En het zal waarschijnlijk niet de laatste stof zijn die ons gaat overkomen. Dus juist ook in dat bodembeleid willen we goede financiële afspraken maken. En daar zijn we hard mee bezig. Dus ook hier positief advies op motie 13. Dank u wel, wethouder Van Hooydonk namens het bestuur. Ik geef instemming motie 12, budgetneutrale overgang naar omgevingswet. Ga uw gang. Uitslag van de stemming over motie nummer 12. Met 99,4% aanvaardt. Van harte gefeliciteerd. Motie 13 geef ik instemming. Budget volgt bodemtaak, ingediend door Haarlemmermeer. De uitslag is bekend. De motie is aanvaard met bijna 100% van de stemmen. Dan gaan we over naar motie nummer 14. Uitbreiding restenergie opwekkingssoorten ingediend door de gemeente Buren. Ik geef het woord aan wethouder Neven. Pieter, ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, in de gemeenteraad van Buren en zoveel gemeenten, denk ik, is er een discussie geweest over concept restbod. Nou, straks krijg je 1.0, dan weer 2.0. En wat opvalt in de discussies is dat naast zon en wind de duurzame energieopwekssoorten gemist worden. Want dan moet je concrete plannen hebben. En het Nationaal Energieakkoord RES heeft daar weinig ruimte in gegeven. En waarin deze motie oproept is om in de toekomst bij nieuwe onderhandelingen juist waterkracht bijvoorbeeld, wat in onze gemeente aanwezig is, niet mee mogen tellen, omdat het niet al bestaand was, om die toch prominent op de agenda te gaan zetten en mee te gaan rekenen. Daarnaast bijvoorbeeld ook geothermie.
Wat hier niet bedoeld is, en dat wil ik uitdrukkelijk zeggen, omdat dat nu in discussie is, is de discussie over kernenergie. Die valt hier niet onder, is geen duurzame opwekssoort en maakt dus geen onderdeel uit van deze motie. Waterkracht hoort juist bij het DNA van rivierengebied, ligt gemeenteburen in. Collega's steunen deze motie gelukkig ook. En vormt een mooie toevoeging eigenlijk. Water blijft stromen, maar voor de energiemix is het ideaal. Ja. Dus vandaar deze motie die we hier willen in stemming brengen. Ja, dank u wel, wethouder Neven. En wij zijn er ook positief over. Wethouder van Hooijdonk. Ja, de mensen thuis kunnen dat niet zien, maar zelfs hier stroomt het water. Het dak van de VNG is lek en dat moet u niet symbolisch alleen horen, maar ook letterlijk. Deze motie, ja, dank daarvoor. Om te beginnen, de ressen, een nieuw fenomeen in gemeenteland en bij decentrale overheden. Maar we hebben dat ongelooflijk goed met elkaar gedaan. Laten we dat daar eens mee beginnen. We hebben hartstikke mooie tussenresultaten neergezet. Dus ik moedig vooral iedereen aan om ook in de volgende fase daar hard mee aan de slag te gaan. We hebben inderdaad gezegd, er kunnen alleen maar technieken ingediend worden die bewezen zijn en die binnen een afzienbare tijd ook gerealiseerd kunnen worden. Want je merkt nog wel eens in debatten dat mensen hopen dat er allerlei nieuwe wondermiddelen komen en dat dan willen opvoeren. Maar ja, als dat niet voldoende is om op te kunnen rekenen, dan wordt dat toch wel een beetje wankel. Voor waterkracht ligt dat denk ik echt anders, want zo, ja, nieuwe techniek is het niet. We kunnen dat eigenlijk al eeuwen, zou je kunnen zeggen. Daar zijn de windmolens in Nederland groot mee geworden. Dat is niet windmolens, maar watermolens natuurlijk. Dus hartstikke goed idee om, ook al is het klein maar fijn, maar op specifieke locaties kan dat zeker een rol spelen, om er in een volgende fase voor te gaan pleiten om die ook mee te kunnen nemen in de rest. En ik zou zeggen, ondertussen hou je niet in en ga ermee aan de slag. Want het mag natuurlijk altijd opgenomen worden in de rest. Het mag alleen nog niet meegeteld worden in de 35 terawattuur. Alles overziend, positief advies van het bestuur. Wethouder Neven, wethouder van Hooijdonk, zeer veel dank. U kunt gaan stemmen over motie nummer 14. Ja, die zaten allemaal in de klas. Ja, daar is hij. De motie van vaart met bijna 96% van de stemmen. De laatste motie, althans van deze algemene ledenvergadering. De motie aanpak Amerikaanse rivierkreeft van Langendijk. Wethouder Ad Jongenelen ligt kort toe. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook dank voor het positieve pre-advies. Ik ben van een leeftijd dat ik Monty Python goed ken. En John Cleese zei ooit, now something completely different. Dus na al uw vragen en moties over financiën, iets van een andere orde. Vanuit de gemeente Langendijk en Heerdegewaard komen wij met deze motie. Nu nog, zoals u weet, 1-1-22 zijn wij de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Maar toch, grensoverschrijdend gedrag. Voorzitter, de aanleiding tot deze motie was een ludieke actie in Langendijk om een viswedstrijd te organiseren om tijdens de coronacrisis onze jeugd een alternatieve bezigheid te bieden. Door de lokale, maar ook landelijke persaandacht zijn we erachter gekomen dat we niet alleen staan in deze, met deze invasieve exoten.
Ze komen overal voor. De krant heeft er vol van gestaan. Zelfs Amsterdam komt er niet onderuit. Waarom? De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve soort die zich steeds verder verspreidt in de wateren van Nederland. Het is niet zoals de eikenprocessierups of de Japanse duizendknoop een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. In dit geval is het ministerie van LNV juridisch eigenaar van het probleem. De gemeente, net als diverse alle waterschappen en andere belanghebbenden, willen graag met het ministerie om de tafel zitten om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. Door samen te werken aan een mogelijke oplossing, inclusief degene die de wet en regelgeving daartoe zou moeten gaan veranderen, kunnen we komen tot een oplossing die de biodiversiteit van onze wateren beschermt, het ondermijnen van stuwen, veendammen, als ook de eigen stijgende kosten kan indammen. Voorzitter, een kleine toelichting, een persoonlijke noot. Ik had gisteren mijn zus aan de lijn, die woont aan de buitenrand van Etten-Leur. En ik vertelde haar dat ik vandaag deze motie hier moest gaan verdedigen of gaan toelichten. En ik vraag haar, joh, hebben jullie daar ook last van? Nou, ze lopen er over straat. Voorzitter, dank voor de gegeven spreektijd. En ik zie met het grootst mogelijke vertrouwen de stemming tegemoet. Dank u wel, wethouder Jongenelen. Lot, wethouder van Hooydonk. Ja, we gaan met liefde het ministerie van LNV een kontje geven. Een beetje een duwtje in de goede richting. Dus vandaar positief advies van het bestuur. Dank u wel, wethouder van Hooydonk. Je krijgt je kontje mee, Ad. We gaan stemmen over motie nummer 15. Aanpak Amerikaanse rivierkreeft, ingediend door Langendijk. Het is bijna zover we kunnen dromen. De motie is aanvaard met bijna 98% van de stemmen. Waarvan akte, als je kunt naar Langendijk terug. Dan hebben we nu, dat kon ook. We hadden het misschien eerder moeten doen. Toen op verzoek van Schiedam is gezegd, laten we de motie nog even aanhouden van de vorige keer. We hadden het ook met een rondvraag kunnen doen, maar het staat nu hier zo. Dus laten we het doen. Hugo Bellaert, gemeenteraadslid Gooise Meren, heeft een vraag over de raamovereenkomst verpakkingen. Volgens mij heeft hij dat eerder gedaan. Dat meen ik me althans herinneren. En wethouder van Hooydonk zal namens het bestuur reageren. Meneer Bellaert. Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien mag ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken, complimenten maken over de jaarrede, die zeer krachtig was. Dank daarvoor. Maar dan toch wel nog een kritische noot. En die vraag heeft betrekking op die raamovereenkomst verpakkingen die met enig stoom en kokend water vorig jaar november in de ALV is gekomen. Want op 1 november werden de stukken hierover gedeeld en op 29 november vond de besluitvorming al plaats. En mijn vragen spelen ook een beetje tegen de achtergrond, tegen tamelijk nauwe betrekkingen tussen de VNG en de NVRD, die wij als een belangenvereniging van de afvalindustrie zien. De vraag die ik heb is, waarom heeft de VNG de gemeenteraden geen gelegenheid gegeven zich te buigen over die aanpassing raamovereenkomst verpakkingen, terwijl het besluit raakt aan enerzijds een van de meest zichtbare taken van een gemeente en anderzijds ook aan de woonlasten van inwoners. Zoals misschien bekend, veel gemeenten kunnen nog steeds geen antwoord geven of de nieuwe vergoedingen dekkend zijn, dan wel negatief of positief uitpakken ten opzichte van de huidige.
En de tweede vraag die we hierbij hebben is, of die ik hier daarbij heb, is waarom heeft het VNG-bestuur besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën over de btw-plicht bij PMD-inzameling, die 2 weken voor de ALV bij de VNG binnenkwam, niet met haar leden te delen en deze juist pas een week na de besluitvorming beschikbaar te stellen. Te meer omdat die brief behalve financiële aspecten ook inhoudelijke betekenis had nu PMD-inzameling als commerciële activiteit werd gekwalificeerd. Dat zijn de vragen. Dank u wel, meneer Bellaert. Gaat uw gang, wethouder van Noordelijk namens het bestuur. Ja, de eerste vraag ging over de gelegenheid voor raden, hè, om betrokken te zijn bij de afspraak in de raamovereenkomst. Wij hebben eigenlijk in alle fases van die onderhandeling met de leden gecommuniceerd via ledenbrieven. Ik heb het natuurlijk nog even nagezocht. In ieder geval in december 2018, begin van 2019, september 2019. Dus al die fases van die onderhandelingen zijn gecommuniceerd, ook naar de gemeenteraden. Dus op elk moment had dat dus ook geagendeerd kunnen worden en ook hadden ook lokale debatten plaats kunnen hebben. Ondertussen was het wel voor heel veel van onze leden ook echt wel belangrijk dat die afspraken er snel kwamen, want het had ook al betrekking op financiële afspraken bijvoorbeeld van dit lopende jaar. En er werden ook in die overeenkomst afspraken gemaakt over een aantal voorgaande jaren, over afrekeningen. En ook daar zaten gemeenten echt met smacht op te wachten. Dus wij waren inderdaad er wel op gebrand om eind 2019 die afspraken te bekrachtigen. Maar het staat natuurlijk gemeenteraden altijd vrij om op basis van ledenbrieven daar ook de discussie over te voeren. Dan de tweede vraag. Wij kregen inderdaad op een gegeven moment ook voor ons onverwacht de brief over de btw. Dat riep vragen op. Dus aan onze kant geen helderheid wat we daarover moesten communiceren naar onze leden. Dus dan wordt dat natuurlijk ook ingewikkeld. Het werd wel vrij snel duidelijk dat die btw in rekening gebracht kon worden bij het afvalfonds. Dus dat het in die zin niet een rol speelde bij de afweging rondom de vergoedingen. Op het moment dat dat helder was, hebben we dat op die manier gecommuniceerd. Dus dat de btw ook teruggevorderd kon worden. En tot op de dag van vandaag zijn we in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Omdat we eigenlijk gewoon van die btw af willen. Want dat is natuurlijk het handigst en het fijnst. Omdat het gewoon vervelend is om iets administratiefs te doen als dat niet nodig is. Dus dat is nog steeds een dossier waar we ons voor inzetten. Okay. Voor mij genoeg, ook omwille van de tijd. Okay. Dank u wel, voorzitter. Nu. Dank u wel, meneer Bellaert. Dank u wel, wethouder van Hooidonk. Dan gaan we, stel ik allemaal zeer op prijs en ook voor uw geduld. Ten slotte agenda punt 7. Natuurlijk hebben we dan zometeen nog de rondvraag. Actualisering en verduidelijking van de VNG-statuten. Er zijn geen amendementen of moties ingediend. Ook hebben zich geen insprekers aangemeld. Voor deze statutenwijziging is een 2/3 meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. Dus ik hoop dat u nog even mee wilt doen met deze stemming over de actualisering en verduidelijking van de VNG-statuten. Ik geef het voorstel in stemming. De uitslag van de stemming is dat 99,5% hebben ingestemd met het voorstel tot statutenwijziging. Dat is ook een pak van ons hart.
Dan gaan we naar agenda punt 8. De rondvraag en de WVTTK. Niemand heeft zich aangemeld. Mensen die zich wel hadden aangemeld zijn inmiddels van een antwoord voorzien. Zijn er nu hier, ja, nu weer toch zijn mensen die per se iets wat we plenair moeten bespreken aan de orde willen stellen? Dat is het geval. Maar die gaat dat razend kort doen. Ja, jij uit Enschede, kom op. Geen papiertje gelukkig bij je. Heel goed. Ga je gang. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Ga je gang. Dank, voorzitter. Ik maak gebruik of misschien misbruik van het feit dat ik zeg van, we hebben een actie op tafel. We hebben sinds maart alle gemeenten gevraagd om het analyse-instrument in te vullen. Dat is gewoon de stok om de hond te slaan. Dat is het bewijs wat we kunnen leveren aan de minister. Dus ik roep hier bij deze alle gemeenten op die nog niet gereageerd hebben. Ga naar Enschede, ga het analyse-instrument toepassen. Laten we het bewijs verzamelen. En laten we die structurele weeffout op dat moment ook werkelijk een keer de minister zodanig voorhouden dat we in één klap een keer een eerlijk verhaal krijgen. Dank u. Joost, kun je even, help even. Kun je heel langzaam de site noemen, want dan kunnen mensen daar gewoon op reageren. Ja, u kunt gaan naar www en dan VREB, dat is VREB, VREB.nl. Daar staat het analyse-instrument, daar kunt u het downloaden. En wij hopen echt oprecht dat we dan het bewijs kunnen verzamelen, zodat de minister er ook niet langer onderuit kan, zodat de minister niet langer ook zeg maar gemeenten uit elkaar kan spelen. Dan vormen we één front en we hebben gewoon een academisch bewijs. En dat is zo belangrijk. Ik hoop dat u daarvan overtuigd bent, want anders verliezen we ons weer in pleisters plakken. En dat willen we niet meer. Dank u wel, gemeenteraadslid Nijhuis, Enschede. Goed initiatief. Ik kijk nog even de kring rond. Dat is niet het geval. Mag ik dan voor de mensen, voor en achter de schermen, voor de schermen natuurlijk, Ruben Maas, maar achter de schermen de mensen van het Licht, Geluid, de organisatie, de VNG Congresbureau, iedereen die bijdroeg, al die mensen die thuis op het gemeentehuis of hier waren en het geduld hadden. Hartelijk dank. Applaus graag. Er staat ons veel te doen. Wij voelen ons als bestuur zeer gesteund. Dat geldt ook voor de medewerkers. Er tegenaan. Dank u wel. Vergadering gesloten.